Goedemorgen allemaal. Als iedereen een plekje zou willen zoeken. Het is hier gewoon wel al gezellig. Ja, we gaan beginnen. Maar volgens mij waren jullie al begonnen gezellig met elkaar, toch? Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom voor iedereen. Als je vandaag voor het eerst bent, helemaal een extra warm welkom. Als het goed is, heb je dan bij binnenkomst een welkomstasje gekregen. Heb je dat niet gekregen, dan kun je die alsnog halen bij de informatiebalie. Die is daar in de gang. En daar staat eigenlijk gewoon nog meer in over wat voor leuke gemeente we zijn. Nou, er kunnen ook wat camera's in de dienst komen, zie ik staan. Want vandaag wordt Cor Andriessen, die wordt gefilmd, gevolgd wou ik zeggen, maar dan vrijwillig. Door wat camera's, want hij neemt deel aan een programma Niet Zonder Ons. En dat is van Omroep Max. Vanaf 3 februari wordt dat uitgezonden. Kom je er gezellig bij, zo lieverd? Hè? Ja. En Ineke zei net, de week van gebed begint vanavond in de kerk van de Nazarener. Om 7 uur, hè Ineke? Vanavond om 7 uur in de kerk van de Nazarener. Dat is in de stad. Dus als je wil gaan opstaan en wil gaan bidden in de stad, dat is interkerkelijk, dan kun je gewoon met elkaar gaan staan en gaan bidden voor, onder andere Haarlem, neem ik aan. Ja, dat klopt. Klopt. Klopt helemaal. Ik was aan het voorbereiden en ik moest de gedachte die in me opkwam was eigenlijk God is hier. God is bij ons en God is met ons. En ik dacht, hoe wonderlijk is het dat we dat gewoon met zekerheid mogen zeggen. God is hier. Is dat niet het meest kostbare? Wat we elke dag, elk moment weer kunnen zeggen, God is hier. Is dat niet wat Jezus voor ons gedaan heeft toen hij voor ons aan het kruis ging? Al onze zonden wegnam. Ons zijn rechtvaardigheid gaf. Zodat we weer bij de Vader konden zijn, elke dag, elk moment. En ik moest denken aan Psalm 23... En ik lees hem even uit de Passion Translation. Er staat in vers 6 staat, so why would I fear the future? For your goodness and love pursue me all the days of my life. God is niet alleen hier. God is niet alleen bij ons. Maar hij zegt in zijn woord, wees niet bang voor wat komen gaat. Wees niet bang voor wat er misschien wel of niet gaat gebeuren. Want ik ben niet alleen bij je, maar mijn goedheid en mijn liefde volgen je overal waar je gaat. En soms komen we in situaties terecht die gewoon heel echt zijn. Situaties die daar helemaal niet op lijken. Situaties van pijn, situaties van angst. Situaties van ziekte. En die zijn allemaal heel reëel. Die zijn allemaal heel echt. Maar God zegt, ik ben bij je. God is in staat om wegen te maken daar waar geen wegen te zijn. God is in staat om financiële situaties om te keren. Want God zegt, ik ben je voorziener. God zegt, ik ben je heelmeester. God zegt, ik ben degene die voor je zorgt. Al lijkt de situatie waar je in zit, die gewoon echt is, al lijkt die je te omringen.
Maar God zegt, het is niet de situatie die je omringt. Maar ik ben degene die je omringt. Want ik ben voor je uitgegaan. Ik ben achter je. Ik leg mijn liefdevolle hand op je hoofd. Dus gemeente, ik wil vragen of je wil gaan staan. Want ik weet zeker dat hier mensen zijn die doorbraak nodig hebben. En als dat zo is, wil ik je gewoon vragen, als jij degene bent die doorbraak nodig heeft, om je hand even kort op te steken. Als je doorbraak nodig hebt. Als je angst hebt. Als je last hebt van pijn, van ziekte. En gemeente, ik wil vragen of je om je heen wil kijken naar de mensen die hun hand opsteken. Laten we ons niet belemmeren door angst of gevoelens van, sta ik in een volle zaal. En ik wil vragen of je naar die mensen toestapt kort. En gewoon wil bidden, gewoon wil uitspreken. God is met je. God is bij je. En God is hier in die hele ruimte. Overal waar wij zijn, daar is God. Want zijn Heilige Geest woont in ons. Weet u, en ik heb sinds de voorbereiding al de hele tijd het idee dat ik ook gewoon een keertje naar achteren moet lopen. De zaal in. En ik ga het gewoon doen, kan mij schelen. God is hier. God is hier. Hij is bij je. Hij is bij je in elke situatie. God is hier. God is hier. Hij is met je. Met zijn goedheid. Zijn liefde. Zijn trouw. Zijn belofte. En doorbraak. We bidden voor doorbraak, Heer. Wilt u engelen sturen, Heer? Heer van de hemelse legermachten. Wilt u op dit moment uw engelen sturen, Heer? En we bidden voor doorbraak, Heer. Voor genezing, Heer. Voor voorziening, Heer. Dank u wel voor uw trouw, Heer. Dank u wel voor uw belofte, Heer. Dank u wel dat we kunnen zeggen, God, Heer. U bent hier. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, niets kan ons scheiden van uw liefde, Heer. Heer, uw liefde verandert nooit. Dank u wel. Separate, even if I run away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercy for me every day, 'cause your love never fails. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the ocean rages, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. I'll sing it out as a proclamation. Stay the same through the ages.
There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the ocean breaks, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Together for my good, and you made all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Sing it out, my hymn. Zullen we klappen voor hem. Heer, dank u wel voor wie u bent hier. Heer, uw liefde faalt nooit, Heer. Ik dank u wel voor uw hart. Dank u wel voor uw aanwezigheid, Heer. Want u zegt in uw woord dat u troont op de lofzang van uw volk. Dank u wel. Heer, en waar u bent, er is geen ruimte voor duisternis. O, Heer, dank u wel voor uw leger. Dank u wel voor uw overwinning. Dwars door alles heen. Yes. In my heart.
I worship you. You are
I worship you. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Worship you. The darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are, and that is who you are, and that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
Heer, we zijn meer dan overwinnaars, Heer. Shout of victory. Shout of victory. Dank u wel, Heer. U hebt alles overwonnen, Heer. Dank u wel voor uw leven, Heer. En wij staan op in Jezus' naam. Keep light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Heer, u verandert nooit, Heer. That is who onze rots. You are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Maybe miracle worker, promise keeper, oh, yeah. Light in the darkness. Keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Heer, we aanbidden, Heer, u en wie u bent, Heer, u bent de grote Ik Ben, Heer. Dank u wel voor uw aanwezigheid, Heer. Dank u wel voor uw rust en uw vrede die ons verstand erboven gaat, Heer. We worship you, we worship you. Onze rots, onze anker. Worship, worship. Dank u wel, Heer. Heer, wij zijn uw kinderen, Heer. De kinderen van de Allerhoogste Koning, Heer. Zing je lied voor Hem. Worship. Nieuwe liederen. Dank u wel, Heer. We glorify your name, Lord. Taal.
taal die boven ons denken uitgaat. De taal vanuit het diepst van onze ziel, van onze geest. U verstaat het, u begrijpt het. Wij aanbidden u, wij aanbidden u. Shirabasana rabasana. Kela sunerim shevta. Gidaruisena mashidara. Hoor met je oren in de geest. Kea masefura rabasse. Shigirese rabasina rosh. Haruka seti. Open je ogen, open je ogen. Hij is hier, hij staat voor je armen open. Kom maar mijn kind, zegt hij, zegt papa, vader, God. Kom maar mijn kind. Hier is alles wat je nodig hebt. Hier ben ik. Hier ben ik, hier ben ik. Yeah.
blijft voor eeuwig. Blijft voor eeuwig. Heer Vader, dank u wel voor deze ochtend, Heer. Vader, dank u wel dat onze hoop in u is. En onze verwachting niet van onszelf is of van onze partner, maar dat onze hoop en verwachting op u is. Vader, we eren en aanbidden u om wie u bent. En Vader, we zijn dankbaar voor vandaag. Vader, dank u wel, Heer, dat u Jezus bracht, Heer. Heer, dat u Jezus naar deze aarde liet gaan. Dat hij op deze aarde liep om te begrijpen de worstelingen waar wij als mens door het leven gaan, Heer. Dat Jezus begrepen heeft wat er gebeurde. En dank u wel dat Jezus de moed had om te sterven voor al onze fouten en al onze zonden. Vader, maar wat u toen deed, Heer. Na die 3 dagen stond Jezus op uit de dood. En haalde overwinning uit over dood, over ziekte, over zonde en over pijn. Weet je, en dat is de God die wij aanbidden vanochtend. Dat is de God waar wij in geloven. En dat is de God die voor ons zorgt. Weet je, en het leven is niet altijd makkelijk wat we leven. Ik weet niet of u afgelopen week het nieuws gehoord heeft, maar Libby is geboren afgelopen week, vorige week zondag. En Libby's eerste levensjaar, het is de dochter van Stefan en Sanne. Dit heeft een wat eerste heftige levensweek gehad. Een bloedtransfusie heeft ze ontvangen, waardoor haar bloed compleet vernieuwd is. En ze ligt op dit moment in het VU. En dat is spannend, zeker als het je eerste kind is, wat een belofte was en een droom was en een verlangen was. Weet je, ik wil gewoon kort als familie, als u wilt gaan staan, kort voor haar bidden. Dat we geloven dat ze gezond uit het vuur terug mag komen. En thuis mag komen. En hier door haar familie ontvangen mag worden. Vader, goedemorgen. Vader, u houdt van Libby. U heeft Libby geplaatst op deze plek in dit huis. En ik dank u voor uw goedheid. En ik dank u voor dat u op die plek bent. En ik bid gewoon over Libby op dit moment in de naam van Jezus. Genezing, herstel, sterkte, kracht. En alles wat vanuit de hemel is over haar leven. Dat bid ik gewoon zo in de naam van Jezus. En de hoop is op u, Vader. U die geneest. U die kracht brengt. U die hoop geeft. En u bent de God van leven. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Weet je, misschien ben je hier voor het eerst. Misschien ben je voor het eerst in de kerk. Gaaf dat je er bent. We zijn heel normaal. Hele normale mensen. Al zeg ik het zelf. Maar ik moest denken aan Matteüs 11, vers 28. En dat is eigenlijk de uitnodiging voor iedereen. Of je nou gelooft of niet gelooft. Maar er staat, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En ik neem de last van je af. En leer gewoon van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want jij zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Amen. God is goed. Yes. We gaan luisteren naar een fantastisch getuigenis. Margaret en Gert, waar zijn jullie? Goed, we gaan naar jullie luisteren. Wie gaat het delen? Ga jij het delen, Mart? Ik wou eerst even zeggen, het is een getuigenis van 2 weken geleden van Tim Zwartjes, die had gesproken, en Walfried Gieltjes. En ja, wat er toen gebeurde uit de dienst, nou, dat wordt nu verteld. Oké. Okay. In deze dienst werd gesproken dat we uit onze comfortzone moesten komen.
en naar de stem van de Heer moeten luisteren en in vertrouwen stappen mogen zetten. Na de dienst vroeg Margaret mij om even een boodschap te doen bij de plusmarkt hier aan de overkant. Ze liep alvast naar de auto op het parkeerterrein en in de hal van het centrum zag ik wel een vreemd aanziende jongen, een Poolse jongen zitten met een fles aan zijn mond. Maar ja, in de supermarkt haalde ik mijn boodschappen en op dat moment dat ik bij het wijnschap liep, zag ik een jongen die uit de hal staan voor me met een winkelmanager die wat onzeker en geïrriteerd was. Die hem sommeerde om hem de winkel te verlaten. Ging achter de Poolse jongen staan en ik zag dat de jongen nog een fles wijn uit het schap pakte en met zijn mond opende. En ik zag zijn armen dat ze onder de snijwonden zaten en een verband met een infuusaansluiting. Ik bleef achter hem staan in geval dat uit de hand zou kunnen lopen. Met veel gemopper liep hij tussen ons richting de kassa. Hij rekende de boodschap af en hij zag de jongen en de manager in de hal staan. Ik wachtte op de politie, die inmiddels gewaarschuwd was, hoorde ik. Ik stond voor die Poolse jongen en hij begon zijn beklag naar mij te doen. Er is niemand die naar mij luisteren wil en helpen wil. Als jullie mij naar het ziekenhuis brengen, dan snij ik me helemaal open. Hij was gewoon suicidaal. En een stem in mijn hart zei... Zeg het tegen hem. Ik deed een stap dichterbij en zei met een luide stem... Er is iemand die naar jou wil luisteren en helpen wil. Dat is Jezus. En op dat moment werd het stil. Ik zei tegen de manager, ik ga even mijn vrouw halen. Erbij halen. Margaret zat in de auto en vroeg zich af waar ik bleef. Nadat ik naar de situatie had uitgelegd... dat deze jongen in nood gebed nodig had. Ik had de auto wat dichter bij de winkel gezet... want die stond helemaal aan de andere kant van het complex. Margaret liep eerst even naar de politie die al onderweg was. En kort legde zij de situatie uit. Nu mag Margaret even overnemen. Ja, ik zei tegen de politie, mag ik naar hem toe om voor hem te bidden? De politie zei, dat mag, maar wij nemen het wel zo over... Ik stelde mij voor aan die jongen, hurkend. Ik keek hem in de ogen en voelde bewogenheid voor hem. En zei, mag ik voor jou bidden? Mijn zinnen kon ik niet verder afmaken. De politie duwde mij opzij. Ze waren bezorgd dat deze jongen mij wat aan zou kunnen doen. In de ogen van de jongen zag ik de pijn en verdriet. Hij keek ook lief naar mij. Mijn hart brak voor hem. Je zag dat de mensen met afschuw naar de jongen keken. Ik keek met andere ogen naar hem, met de ogen van Jezus. Het werd drukker in de hal. Gert en ik stonden 2 meter van hem af en we gingen samen voor de jongen bidden, met allebei de handen bidden naar de jongen. Gert en ik weten dat God de rest gaat doen voor hem. Hij is afgevoerd. Waar? Dat weten we niet. Wij voelden duidelijk dat God ons beproefde om uit onze comfortzone te mogen stappen en te laten zien dat wij kinderen van God zijn, dat we anders zijn dan de wereldse mensen. Ja, dit was onze getuigenis. Amen. Dank jullie wel. Weet je, dit is Gods koninkrijk in onze wereld. We voelen iets in ons hart. Het is wel een beetje spannend. We doen het en we brengen het koninkrijk van God. Zo simpel is het. En het kan zelfs hier bij de Plus Supermarkt. Dank jullie wel voor het delen. We gaan Henk en Carla naar voren roepen. En 2 kids, want we gaan 2 kinderen opdragen vanochtend. Neem jullie ouders ook mee? Ja. Waar zijn ze? Mensen, ik ervaar zo Gods vaderhart vanmorgen. Toen we aan het zingen waren van That is who you are. Toen, dat horen we wel vaker. En het is gewoon net alsof we zingen that is who you are. En God is een vader. En hij zegt, laat de kinderen tot je komen. Psalm 127 vers 3. Die zegt van, kinderen zijn een geschenk van de Heer. En daar gaan we God voor danken. Dit is Bosie daar en Paulien. En
En ik heb ook de familie gezien, je zus en al die anderen. En dit is David. Jesse. Dit is Jesse. Het zijn er maar twee en ik haal ze nu al door elkaar. Daarom mag Carla straks voor ze bidden. Maar waar is David? Oké. Okay. Robert zit nog bij de kinderen. Ja. Oké. Okay, ja, maar ik mag even uitleggen. Als we wat groter zijn, dan dopen wij mensen op hun geloof. Maar goed, als ze klein zijn, dan dragen we ze op aan de Heer, aan God. En Hij is hier. Dat hebben we al ervaren, ik wel. En ja, we gaan voor ze danken. We gaan voor ze bidden. En ik denk ook dat ze een geschenk voor de gemeente zijn. Ik bedoel, ook wij, we gaan voor ze bidden ook voor de opvoeding. Maar ook wij als gemeente zijn een voorbeeld voor hun. Ze groeien op te midden van ons. En ja, wij zijn hun voorbeeld. Dus bid mee straks, kijk. Daar komt David. En die is al ietsje groter. Die is al 2,5. Maar jullie zijn stonden pas op het podium. Dus David is wat zwaarder. Jesse weegt ook al wat. Maar ik haal ze door elkaar, dus Carla gaat voor ze bidden. Ja, geweldig dat jullie hier staan. Multiculti, hè, zeggen we dan. Joegoslavië, toch, zeg ik het goed? Ja, en uit Brazilië, en uit Nederland, en Peru. Aha, kijk eens. Ja, wat mooi. Ja, wat mooi. Ik ben... Ik vind het een voorrecht dat jullie er zijn. En de zus van Raquel, die zit op het balkon met haar zoontje. Dus als je nog even zwaaien naar haar. En de ouders van Paulien, die zitten ergens daar. Daar mag je ook nog even naar zwaaien. Ja, geweldig. Ja. Nou, weet je, het is een heel mooi iets. Inderdaad, Henk zei het al, van de opdragen. Ja, dat is echt, als het ware, ook gewoon eigenlijk beloven van ja... Wij beloven nu aan de gemeente dat wij onze kinderen willen opvoeden naar de normen die hier in de Bijbel staan. En daarom krijgen de kinderen ook altijd een kinderbijbel om vast een startje te maken met plaatjes erin. En ja, we hebben in die Bijbel zitten we ook altijd wel even een tekst. En dat vinden we ook wel leuk. Wil jij de Bijbels even vasthouden? En voor Jesse, Johan Radovan, mooie naam hè. En wat ik zo mooi vind eigenlijk gewoon van, Jesse is een geschenk van God. Maar Johan is de naam van jouw vader, hè, Paulien. En Radovan is de naam van jouw vader. Hè. En dan denk ik van, oh wat bijzonder is dat. Dat jullie zo relatiegericht zijn met God de Vader, met je eigen vader. Dat jullie trouw zijn. Bij Jesse Johan hadden we inderdaad een tekst uit Savanja. En daar staat dan, je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Hij zal over je juichen van blijdschap. En ik geloof echt dat dat gewoon Gods hart is gewoon heel erg blij met dit kleine mannetje. Het is een geschenk van God. Het is weer een geschenk terug van God. En hij is er heel erg blij mee. En als we straks worden er meer woorden uitgesproken. Dus ik hou het bij dit woord. En David. David. Oh, jij bent David. Ben je al 2,5, hè? Ja, jij bent al zo groot. Ja, en weet je wat er over jou in de Bijbel staat? Dat jij de lieveling bent. Jesaja 44, vers 2 zegt, dit zegt de Heer, ik ben jouw maker, door mij ben je ontstaan, ik help je, wees niet bang, mijn dienaar, Israël staat er, maar dat noemen we dan David. Ik noem je mijn lieveling, ik heb jou uitgekozen. Mooi, hè? Ja. En ik dank u wel, Heer, voor deze lieve mensen. We willen gewoon inderdaad de zegen uitbidden, met name ook over de ouders, Heer. Want die beloven van, ik wil het doen naar het woord van God. Nou, daar hebben we elkaar ook heel erg benodigd. Dat hebben wij zelf ervaren met de opvoeding van onze kinderen. Hoe belangrijk het is dat je gewoon mensen om je heen hebt die God kennen. Dus ik zou jullie willen aanmoedigen, weer gaan staan. En je handen uitstrekken naar deze lieve mensen.
En ik wil u bedanken, heren, voor Bozidar, voor Paulien, voor Robert, voor Raquel. Heer, voor hun familie. Als ik denk Beatrice, hè, die staat er nu niet bij. Ja, nog een dochter van je. Ja, en ik wil u bedanken, heer, voor deze lieve mensen die inderdaad hebben gezegd, wij willen onze kinderen opvoeden naar de normen en waarden van het Koninkrijk van God. We willen ze zegenen, heren, dat ze vol zullen zijn van uw Heilige Geest, dat ze wijsheid mogen ontvangen. Dat we willen hun huwelijken ook zegenen, heer, dat ze zelf ook gewoon een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen. En dat de kinderen mogen leren van de kracht en van de liefde die door God gewoon in jullie levens is uitgegoten. En we willen jullie zegenen met de vrucht van de geest, met liefde, vrede, blijdschap. We willen jullie zegenen met geduld en met trouwen en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat je inderdaad een voorbeeld mag zijn, dat jullie een rolmodel zijn voor jullie kinderen. En dat jullie inderdaad de weg van de Heer zullen bewandelen. Dat jullie zullen wijsheid zullen ontvangen om het kind te oefenen naar de eis van de weg, zoals het in Spreuken staat. Iedere leeftijd heeft weer zijn eigen dingetjes. Maar dat jullie wijsheid mogen ontvangen om te weten van wanneer moeten we het vieren, het touwtje vieren, wanneer moeten we het touwtje aantrekken. En dat jullie inderdaad gewoon deze kinderen mogen bemoedigen, opbouwen, vertroosten. En dat jullie zelf ook gewoon weer gezegend zullen zijn, ook door jullie kinderen. En daarmee willen we jullie zegenen in de naam van Jezus. Amen. Wij gaan met deze lieve gezinnetjes gaan wij naar de andere kant. Daar zijn al mensen die van het gebedsteam, ministerteam, die gaan ook bidden, profiteren over de kinderen. Mocht je familie of vriend zijn en zeggen van ja, maar ik heb ook een woord ervoor, loop dan maar gerustig met ons mee. En mocht je je kleine nog niet opgedragen hebben en het is wel iets wat in je hart leeft, we organiseren dit vaker, dus denk erover na en leg lekker contact. Dan kijken we wat we daaraan kunnen betekenen. Goed, ik hoop dat u er klaar voor zit. Ik heb een mededelingenblok. Dus ga goed zitten, uw aandacht erbij en ga lekker zitten. U mag lekker zitten. Ik heb geen popcorn, maar we gaan even kort een aantal dingen onder uw aandacht brengen. 27 januari start de Alpha weer en dat wil ik onder uw aandacht brengen om zeker daarvoor te bidden, maar tegelijkertijd misschien ook wel praktisch aan de slag te gaan. Ze zoeken nog mensen die willen koken 's avonds voor een grote groep, dus mocht je dat op je hart hebben, dan zou ik je dat zeker aanmoedigen om dat te doen. Sylvia, waar zit je? Kunnen ze bij jou aanmelden voor het koken, toch? Zou je even willen staan? Dat is Sylvia. Dus kun je koken? Kun je koken? Dan meld je absoluut aan. Kun je niet koken? Dan zoeken ze nog bediening. Dus dan kun je daar dienen. We gaan luisteren kort naar Tim. Kijk, dat zit er goed in. Alright, Beamer, go for it. Woorden. Ze kunnen zoveel zeggen en tegelijkertijd helemaal niets. Je bent gaan geloven wat klasgenoten, een docent of anderen tegen je zeggen. Als je jezelf zou vergelijken met anderen, hoe gelukkig word je dan? We blijven onszelf meten met de verkeerde meter. Je bent het niet waard. Wat jij vindt maakt niets uit. Is dit wat jij aanvaardt? Het lijkt soms zo donker om je heen. Denk je dat je de waarheid kent? En weet jij nog wel wie je daadwerkelijk bent? Jij bent een kind van God. Je hoort bij Hem. Hij die alles maakte, maakte ook jou. Niet als een van velen, niet als nummer 10 in de rij, maar in zijn evenbeeld, geliefd, heilig, puur en vrij. Door te ontdekken wie God is, ontdekken we wie wij zijn. Jij hoort daarbij, we willen jou niet missen. Wild Saints Weekend 2020. Are you ready to know who you are? Ja, het wordt weer super vet. Van 3 tot en met 5 april weer in Wieringenwerf. Zorg dat je erbij bent. Het thema is You Are. Wie is God voor jou en wie zijn wij voor Hem? We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Ik ben 32, maar ik ben jeugdleider, dus ik mag gelukkig ook komen. Het wordt echt heel erg gaaf. Vorig jaar hebben vele jongeren een ontmoeting met God gehad. We hebben echt veel van de kracht van God gezien. En dit jaar gaan we dat weer overtreffen, zeg ik in geloof. We hebben super gave sprekers, toffe diensten en heel veel vette activiteiten.
En wees er wel snel bij, want we verwachten dit jaar snel vol te zitten. Voel je vrij om een vriend of vriendin mee te nemen. Aan het einde van de dienst staan wij met laptops klaar om je aan te melden. En anders kun je in de social media omgevingen, kun je in de ticketlink kun je ook aanmelden. En dan, als het financieel lastig is, kom even naar ons toe. Ook als het even lastig is, willen we gewoon helpen. En dan komen we er altijd wel uit. Wil je sponsoren? Ook welkom. Voor jeugd, voor tieners, voor jeugdleiders. Maar ook omdat we nog vetter uit kunnen pakken dan. Zo hebben we bijvoorbeeld een sponsor die iets gaaf sponsort, wat we weer mee naar huis kunnen nemen. En dan tot slot. Ben ik klaar. Niks vergeten. Alright, dankjewel. Dankjewel, Tim. Mocht je Tim ooit al een keer willen zoenen, hij is jarig vandaag. Dus dit is je kans. Nee. Jongens, helaas. Daar hebben we dus even geen tijd voor. Dus ik... Gas, inderdaad. Hey, aan het einde van de dienst is er in zaal 3 de mogelijkheid... We hebben nog wat stoeltjes, kinderstoeltjes over. We hebben ze vervangen recent voor leuk gekleurde. Maar we hebben nog wat oude bruine beschikbaar. Dus heb je daar interesse in, die kun je bij zaal 3 melden. En ze zoeken nog 5 sterke mensen die even een paar steltjes stoeltjes kunnen tillen. Dus ik ga niet handen vragen, maar ik verwacht dat er 5 straks zijn. Zaal 3, ja? Ik ga kort jullie meenemen in een presentatie. Dat gaat over het lanceren van een gemeente-app die wij gaan lanceren vandaag. Althans, deze week gaat u een uitnodiging krijgen. En ik ga u daar kort mee doornemen. Het gaat in de vliegensvlug, dus zet uw schrap, daar gaan we. Wij gaan een nieuwe app lanceren vandaag. En waarom? Eigenlijk zijn dit de punten waarom we het doen. We gaan het vergemakkelijken van processen. We merken dat de informatie over u als gemeentelid niet altijd actueel is. En we daar in een Excel voorheen achteraan moesten jagen. We gaan u nu de mogelijkheid bieden om dat zelf aan te passen in het systeem. Daarmee verlagen wij een hele hoop administratieve last. Want u kunt alles aanvullen en alles wijzigen wat u zelf wilt. Waardoor wij heel goed op de hoogte zijn en u goed kunnen bereiken. Nou ja, wat doen we? We volgen een stukje professionaliteit, de mogelijkheden qua communicatie. Statistieken kunnen we er zelfs uithalen. We kunnen mensen beter meenemen in de processen in de gemeente. We kunnen wat koppelingen maken. Kortom, we gaan met onze tijd mee. Volgende slide. Wat staat erin? Wat kun je erin? Jouw persoonlijke gegevens kun je dus zelf aanpassen. Je kunt je aanmelden voor de at-home groepen die er zijn. Er staan alle agenda's en evenementen, die kun je inzien en je kunt je ook opgeven daarvoor. Er zit een smoelenboek in. Dus elk gezicht ga je straks herkennen in plaats van dat je iemand anderhalf jaar later tegenkomt die al anderhalf jaar in de gemeente zit. Wat mij nog wel eens gebeurt. Er staan links naar de website, naar Shelter TV, et cetera. En het mooiste is wij sturen soms vanuit de organisatie mailtjes en dan krijgen we wel eens reacties. Ja, maar ik heb het niet gehad. Straks staat dat ook op het portaal, dus kunt u daar ook terugkomen. En het mooiste voor mensen die heel erg AVG-gevoelig zijn, het is AVG-proof. Dus dat wordt gegarandeerd vanuit de organisatie Church Suite, waar wij de app vandaan halen. Wat zo in ontwikkeling, want dat is goed om ook naar de toekomst te kijken. Dat kinderen, dat je voorkomt, dat je in kunt checken, dat er een etiket uitkomt en dat je die gelijk op kan plakken. Lekker praktisch en lekker professioneel. Teamroosters, niet meer in het Excelletje plannen, maar vanuit het systeem plannen. Samenkomstbrieven die sommigen van u ontvangen. Straks allemaal digitaal vanuit het systeem. En procesflows is te technisch. Volgende slide. 2 kanalen. U heeft straks de mogelijkheid om op uw telefoon of op uw tablet de app te downloaden. Onder de naam Church Suite. Tegelijkertijd kunt u ook via online, via het internet, dus een Safari, een Internet Explorer of wat dan ook. Kun je inloggen op het systeem en kun jij met je specifieke eigen wachtwoord aanmaken op basis van het e-mailadres wat wij nu van je hebben. Kun je dat aanmaken, kun je loggen, kun je kijken. Dan als laatste, wat vragen we van u? Open de uitnodiging die je deze week gaat krijgen. Je krijgt een instructie over hoe je moet inloggen. Kom je er echt helemaal niet uit? Onderaan de mail staat een link naar een filmpje. Wordt even in het filmpje meegenomen. Dus mocht het niet vanzelfsprekend zijn, dan kunt u daarnaar kijken. Controleer je persoonlijke gegevens. Kijk of ze actueel zijn. We vragen bijvoorbeeld van, ben je gedoopt? Ja, voor sommigen hebben we dat wel geregistreerd, voor sommigen niet. Vinden we altijd prettig om te weten. En geef zoveel mogelijk input als kan.
Wat voor baan heeft u? In wat voor branche werkt u? We hebben soms gewoon een vraag dat we hulp hebben nodig in een bepaald vakgebied. En dan zoeken we de expertise in de gemeente. Want u bent immers degene die expertise heeft. En tot slot, die belangrijkste, upload een persoonlijke foto. En die vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het fantastisch dat u een hond thuis heeft. Of een poes, of een kat. Maar die wil ik niet op de foto liever. Ik wil gewoon u persoonlijk op uw beste lach op de foto. Volgens mij was dat de laatste slide. Klopt dat? Klik. Ja, dat was de laatste slide. Dus kortom, u krijgt de uitnodiging te installeren op je tablet, iPhone, andere phone. En dan ga ik de offergave aankondigen. Vader, ik dank u voor de offergave die we mogen geven. Ik dank u voor deze dienst en voor deze ochtend. En Vader, ik dank u voor, die vele jaren van trouw, Heer. Dat u de trouw betoont in onze gemeente. En ik dank u voor de mensen deze gemeente. En ik dank u, Vader, dat u altijd en elke keer weer voorziet. In Jezus' naam, amen. Dus mocht je willen zaaien in Shelter, wees meer dan welkom. De bakjes gaan rond. En we gaan luisteren naar Walfried. Test, test. Waarom doet hij het niet? Ja, ik hoor wat, hè? Ja. Tim gaf me net een goede tip. Als je nou begint bij je conclusie, dan red je het vast nog. Ja, lekkere volle dienst. Goed. Er is hoop gebeurd deze week. Heb je het ook wel eens dat je van die week hebt dat je overweldigd kan zijn door allerlei gebeurtenissen en dingen die plaatsvinden? En dan kunnen we daar enorm op gefocust zijn. Bijvoorbeeld in de situatie nu met Steven, Sanne en Libby. En wat ik ontzettend mooi vind om te zien is dat er eigenlijk vanuit een kleine groep, een at-home groep, dat er twee zijn die een initiatief hebben genomen om een gebedsgroep, een appgroep te starten. En ik werd ook uitgenodigd en ik keek een paar uur later en er waren er al 75 of 80 mensen die deel waren van die groep om te bidden voor de situatie van Libby. En dus aan de ene kant, de situatie is natuurlijk verschrikkelijk. Aan de andere kant zie ik ook de kracht van een kleine groep. Als je deel bent van een at-home groep, hoe er dan voor elkaar gezorgd wordt. Hoe mensen op de bres gaan staan om voorbeelden te doen. Ook voor Steven en Sanne is het enorm bemoedigend, maar bovenal heel erg krachtig als we met elkaar bidden voor die situatie. Aan de andere kant zie ik ook inderdaad dat ze soms zo graag van alles willen doen om maar een verandering te brengen. Herken je dat? Dat je ergens echt door geraakt wordt en dat je denkt, oh, we halen alles uit de kast om maar te proberen. Dan hebben we in ieder geval alles gedaan wat we konden, zeg maar. En ik begrijp het en toch geloof ik dat we niet geroepen zijn om achter problemen aan te jagen. Ik geloof heel erg in een eenparig gebed. Ik geloof om samen te strijden en te bidden. Maar ik geloof ook dat we geroepen zijn om te leven vanuit rust en vrede. We jagen geen problemen achterna, maar we jagen Jezus achterna. Weet je, en dat zien we ook vanavond, ook met New Ground. Wat we willen doen, we willen God achterna jagen. We willen vanuit die intimiteit met God, dan gaan we bidden voor allerlei situaties. We bidden voor elkaar en we volgen de Heilige Geest, wat Hij wil bewegen. Maar als ik kijk naar het leven van Jezus, dan zie ik nooit dat Jezus zeg maar, een gehaast leven leidde. Hij is nooit gehaast of hij rent achter problemen aan. Hij is altijd maar één ding op zoek. Hij wil de tegenwoordigheid van zijn Vader. En vanuit die rust en vrede leeft hij. En dat mogen wij ook doen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo gefocust mogen zijn op wat u aan het doen bent. Heer, we willen niet achter problemen aanjagen. We willen niet overweldigd raken door de dingen die ons zo bezighouden. Heer, we willen elke keer weer opnieuw kiezen voor rust en vrede. En we willen de mooie, kostbare momenten zien, ook in deze week die u doet. Heer, prachtige getuigenissen, dat u aan het werk bent. Heer, en daar zijn we dankbaar voor. Heer, ook al zien we het niet, maar u bent altijd aan het werk. In Jezus' naam, amen. Nou, dat was mijn preek. Amen. Koffie. Nee. Ik ga toch nog iets delen. Afgelopen week hadden we echt een hele toffe dag met Gids Geloof in de Stad op donderdag. Ik heb een aantal van jullie heb ik gezien. Hè? Ik heb jou ook gezien, inderdaad. En er kwamen leiders uit het hele land via Teer, die kwamen naar Haarlem om te kijken hoe we als kerk van Haarlem, hoe we missionair zijn. Dus hoe bereiken we de stad? En er waren 10 projecten in de stad. Om gewoon te vertellen wat zij doen. En Shelter was er één van.
En dat is zo leuk. Eigenlijk alle 10 compleet verschillend en heel anders. Shelter ook, ben ik achtergekomen. En ik had een aantal mensen, hadden we hier uitgenodigd. En ik ben gewoon gaan delen over hoe wij kijken naar gemeente zijn. Dat we de gemeente zien als een apostolisch huis, zeg maar. Een huis wat erop gericht is om mensen uit te zenden. En ik merk hoe verschillend dat is. Dus soms zijn we geneigd om allerlei projecten te organiseren. Dat we een plan hebben, we gaan iets organiseren. En daar kun je dan als deelnemer aan bijdragen. Maar wij zeggen van nee, we zien het andersom. We denken niet in activiteiten of in projecten, maar we geloven in krachtige mensen. We geloven in mensen die uitgezonden worden en dat ze op de plek waar God ze geplaatst heeft, waar dat dan ook is, dat ze een verandering, een verschil mogen brengen. Daar geloven we in. En ik was wel aan het vertellen en ze keek een beetje schaapachtig aan van ja, dat klinkt wel mooi. Toen had ik ze meegenomen naar het bedrijf Zijn van onder andere Arjen en Maarten Dijksma. En ik had gewoon Arjen gevraagd om iets te delen over hoe zij Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de zorg. Het is een bedrijf dat gericht is op jeugdzorg. En Arjen die begon gewoon te vertellen. En hij zei, wij hebben als geloofsstatement, zeggen wij, er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing, hoe groot het probleem ook is. Maar wij geloven dat God altijd een oplossing wil geven. En zo staan ze nu ook bekend. Dus ze worden ook gevraagd, ook door de gemeente Haarlem, van als er een probleem is van, oh, er is nu een jeugdzorgprobleem. Wij weten ons geen raad meer. Wat doen ze dan? Dan gaan ze naar Zijn. Waarom? Want die jongens die geloven in een oplossing. Dat is gaaf, toch? Daar word ik enthousiast van. Ik kreeg de reacties terug van die leiders. Ze zeggen, wauw, dat hebben we gewoon nog nooit gehoord. Dat je ook zo kerk kunt zijn. En dat je met elkaar, naast elkaar, ondernemers, bedieningen, gemeenteleden, of maakt eigenlijk niet uit waar je werkt, maar dat je naast elkaar staat met een visie, een droom. We willen dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in onze wereld. Ik vond het super tof om te doen. Er is altijd een oplossing. Ik wil met jullie lezen in Esther 4 vers 14. Esther was een hele jonge vrouw. Van Joodse komaf. Misschien een tiener. Een meisje, ze wordt een meisje genoemd. Ik denk een beetje tienerleeftijd. En Esther die werd koningin van een koning die geen koning was over het Joodse volk. En op een gegeven moment was er, ik ga het verhaal heel erg inkorten. En op een gegeven moment was er een situatie dat de Joden bedreigd werden. Dus de Joden die zouden omgebracht worden in haar volk. En haar pleegvader, die zei op een gegeven moment, dat was Mordechai, die zei, Esther, je moet je mond open doen. Weet je, jij bent in de positie om met de koning te spreken. En Esther die zegt van ja, dat vraag je nu wel, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. He, want ik ben wel koningin, maar dat betekent niet dat ik zomaar bij de koning binnen kan komen. He, je mag alleen maar bij de koning komen als hij je naar je toe roept. En het kan zelfs zijn dat als ik ongevraagd bij de koning kom, dat het mijn kop kost. En dan zegt Mordechai, die zegt dan tegen Esther in Esther 4 vers 14, als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, dan komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie, die komen dan om. Wie weet, zegt hij, wie weet ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Geboren voor een tijd als deze. Mordechai die zegt dat tegen Esther. En Esther die gelooft dat en die doet het op een gegeven moment. En die gaat dan naar de koning toe. En als je het verhaal helemaal doorleest, dan zie je dat het goed komt. Nou, dat is even de hele korte versie, zeg maar. Moet je thuis maar even lezen. Prachtig mooi verhaal. Maar Esther die neemt dan de moed om naar de koning te gaan. Omdat ze gelooft, misschien ben ik wel koningin geworden juist voor dit probleem. Misschien dat God me hier wel in deze positie heeft gezet om hier een verandering te brengen. Om een verschil te maken. Esther die begreep dat zij een gezondene was. En dat is waar we in geloven als gemeente. Een apostolische gemeente die is erop gericht op mensen uit te zenden. En dat is niet naar Brazilië of naar weet ik waarheen. Maar dat is ook gewoon hier in Haarlem. Op de plek waar jij woont en werkt. Er zitten hier geen koninginnen, maar er zitten hier wel leerkrachten. Er zitten hier mensen die werken in de zorg. Er zitten hier mensen die training geven aan de voetbalvereniging van zijn zoontje. Er zitten hier mensen die werken, die ondernemers zijn. En misschien heeft God jou wel op die plek neergezet voor juist een tijd zoals deze. En zo willen we kijken naar gemeente. Om uit te zenden, om te weten dat je een gezondene bent. Nu ga ik een heel stuk overslaan. Weten dat je geboren bent voor een tijd als deze. En ik geloof inderdaad wat Esther, dat we mensen zijn die weten, er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing, toch? We zeggen het heel makkelijk, bij God is alles mogelijk. Ja, totdat we vaak zelf tegen het probleem al lopen en dan beginnen we te twijfelen.
Maar misschien heeft God jou wel geroepen, juist in die plek, om op die plek te staan, om daar een verschil te maken. Waarom? Want bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. En natuurlijk is bij God alles mogelijk, want hij is almachtig en hij is alwetend. Maar wat betekent dat? Dat God alwetend is. Het kan zijn dat je daar een bepaald beeld bij hebt. Een beeld dat je op een dag geboren bent en je bestemming van jouw leven, die staat helemaal vast. Dit is ongeveer als je een jaar of 80, 90 bent. En dan ligt er een rechte lijn van je geboorte tot het moment dat je overlijdt. En het kan zijn dat je het idee hebt dat als je kijkt naar Gods alwetendheid, dat hij vanaf het allereerste begin dat jij er bent, dat hij elk detail kent van jouw leven en elk detail weet van jouw leven, van elke keuze die je maakt, van elke stap die je maakt, van de beslissingen die je neemt, dat je gaat trouwen, dat je kinderen krijgt, dat je een carrière opbouwt, dat er allerlei dingen gebeuren, totdat het moment dat je je laatste adem uitblaast en sterft. Alsof God een soort script hebt van jouw leven, waar jij een rol in mag spelen. Toch, want God weet alles. Soms geloven dat God ook weet dat jij hier vandaag op 19 januari 2020, dat je hier zit en dat hij ook weet dat jij precies op die stoel zit. God weet namelijk alle details. En dan zeggen we bijvoorbeeld Jeremia 29, mijn plan voor jou staat vast. Zie je wel, God weet alles. God weet alle details, want jouw plan staat helemaal vast. Elk detail van je leven kent God en ze liggen vast. Maar als je zo denkt, misschien heb je er nooit over nagedacht, over Gods alwetendheid. Maar als je zo denkt, dan geeft het wel een paar problemen. Het geeft echt een paar problemen. Ik ga er een paar noemen. Waarom, als je kijkt naar Matteüs 5, dat heb ik overgeslagen, maar dan weet je dat Matteüs 10, vers 5 tot 8, dan zien we dat Jezus macht geeft om te heersen. Maar als elk detail van jouw leven vast ligt, waarom geeft Jezus jou dan macht om te heersen? Toch? Ik bedoel, als hij een script voor jouw leven heeft bedacht, van het begin tot het eind, met alle details van jouw leven, waarom heb je dan macht nodig? Dan heb je geen macht nodig. Macht is hetzelfde als autoriteit. Autoriteit om bepaalde keuzes te maken en om dingen te doen. Daarom heb je autoriteit gekregen, daarom heb je macht gekregen. Maar als alles al vast ligt in die hele levenslijn, waarom heb je dan macht nodig? Dan heb je geen macht nodig, maar misschien kracht om het vol te houden. Toch? Ja, om die rol in ieder geval goed te doen. Maar hij geeft je autoriteit om keuzes te maken, om macht te hebben in jouw leven. Ik geloof ook dat het een ander probleem wat het geeft. Galaten 5 vers 1, zegt Jezus, ik heb je vrijgemaakt om vrij te zijn. Maar als je werkelijk gelooft dat jouw levenslijn vanaf het begin tot het eind helemaal vast ligt, dat is geen vrijheid, toch? Want dan ben je een robot. Dan ben je geprogrammeerd, zo van, dan ben je eigenlijk een speelpop van God. Dan zitten je armen en je benen die zitten vast en God die beweegt je precies op het juiste moment en je wiebelt zo naar je sterven toe, zeg maar. Want alles is vast, maar dat is geen vrijheid. God heeft geeft zoveel waarde aan vrijheid. Als je kijkt naar het scheppingsverhaal, met die twee bomen in de hof. Weet je, vanaf het allereerste moment neemt hij een risico dat je een verkeerde keuze kunt maken. Waarom? Want hij wil vrijheid. Hij wil dat je een vrije wil hebt, zodat je keuzes kunt maken, ook verkeerde keuzes. Is God dan niet alwetend? Ja, natuurlijk is hij alwetend. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar als we denken dat alles vaststaat, dan wringt dat met de vrijheid waar we voor gemaakt zijn. Want als ik alleen maar een rol heb, dat ik me volledig moet houden aan mijn script, welke vrijheid heb ik dan om andere keuzes te maken? Je zou een ander probleem wat je tegen kunt komen, als alles vast ligt, dan zou je kunnen denken dat problemen de wil van God is. Want als alles vast ligt en elk detail van jouw leven bepaald is, dan zou je op het punt kunnen komen dat de situatie nu bijvoorbeeld met Libby, dat het Gods plan is. No way. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik weet, er zijn hele bevolkingsgroepen die geloven dit. En als er een aardbeving plaatsvindt, dat is de wil van God. Als er ziekte is, dan zal God het wel bedoeld hebben. Maar dat is absoluut niet waar. Het is niet de wil van God. Wat God wil, hij wil leven en hij wil genezing geven, hij wil herstel brengen. Dat is de wil van God. Dus dat dit gebeurt, dat betekent niet, ja, hè, dat is, hè, God is alwetend. Dus ja, elk detail van je leven is bepaald.
Een ander probleem is dat als we denken dat elk detail van ons leven is bepaald en dat God alles van tevoren weet, dan hebben we een probleem, want dan kan God nooit geen spijt hebben van de keuzes die hij heeft gemaakt. Maar de Bijbel die staat geeft wel degelijk een aantal voorbeelden dat God spijt heeft gehad. Ik ga je een voorbeeld geven. Over koning Saul in 1 Samuel 15, daar staat, daar zegt God, hè, ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Huh? Dat is raar. Omdat hij zich van mij achter mij afkeerde, heeft hij mijn woorden niet heeft uitgevoerd. Dus de Saul, die werd geboren, maar dat betekent niet dat God al wist van tevoren dat hij afvallig zou zijn. Want waarom zou hij hem dan hebben aangesteld en waarom zou hij dan spijt hebben van de keuze die hij had gemaakt? Toch? Is de Bijbel dan niet waar? Ja, natuurlijk is de Bijbel waar. Maar wat betekent dan van, wat is dan Gods alwetendheid? Ik denk dat het er anders uitziet. Ik geloof niet dat het een rechte lijn is van begin tot eind. Maar ik geloof dat het een soort stelsel is met allemaal aderen. Ah, hoe noem je dat? Ja. Dus dat met niet één lijn, maar miljoenen lijnen. En met elke lijn die heeft een aftakking. En elke aftakking heeft weer een aftakking. En die aftakking heeft weer een aftakking. Zo krijg je eigenlijk een heel bos met mogelijkheden. Van miljoenen mogelijkheden van keuzes die je kunt maken. Die zeg maar leiden tot het moment dat je sterft. En weet je wat Gods alwetendheid is? Dat God alle mogelijke mogelijkheden kent. God is veel groter dan alleen maar dat ene lijntje van begin tot eind. Hij kent alle mogelijke mogelijkheden. Hij is als een meesterschaker. Een meesterschaker die niet 5 sets vooruit denkt, maar miljoen sets vooruit denkt. Hij kent alle mogelijkheden van ons leven. Voor mij maakt dat God veel groter. Hij kent alle mogelijke mogelijkheden. Het bevestigt ook de waarde die God heeft van vrijheid. Want je mag keuzes maken. Je mag beslissingen nemen. Je bent vrij inderdaad om besluiten te nemen. En daarom geeft hij ook jou die autoriteit. Het bevestigt de waarde van God, de vrijheid die God heeft. We zijn geen robots. Het verklaart ook waarom Jezus ons uitzendt met autoriteit. Want als ik maar één lijn te lopen heb, waar heb ik een autoriteit voor nodig? Maar als ik duizenden keuzes moet maken, daarom geeft God je autoriteit om de juiste keuzes te maken. En gezag. Gods plan voor je leven ligt vast, maar dat betekent niet dat het ook gebeurt. Misschien denk je, hè, dat is raar. Wist je dat de Bijbel ook zegt dat Gods wil is dat elk mens gered wordt? Gebeurt dat? Nee. Waarom niet? Het heeft te maken met keuzes. Het heeft te maken met keuzes. De plan voor ons leven, dat ligt vast, maar dat betekent niet dat het ook gebeurt. Het is afhankelijk van de keuzes die je maakt. We kunnen profiteren over iemand van, hey, ik geloof dat je hiervoor bestemd bent. Dit is het plan van God voor jouw leven. Maar als ik andere keuzes maak, is de kans groot dat ik daar niet uitkom. Ik hoor je denken. Haha. Maar dat is goed, denk maar na. Als je kijkt naar het verhaal van Esther, laat het nog even lezen. Daar staat daar, als je nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, dan komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Dat geeft ook iets aan. Als jij je mond houdt, dan gebeurt dat via een andere kant. Ik geloof dat als we kijken naar het leven van Saul, Saul was niet bestemd om een afvallige koning te zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Saul was niet bestemd om een afvallige koning te zijn. Ik geloof dat God met de beste intenties dat er een pad was wat leidde naar Saul als een succesvolle koning. Een succesvolle koning die trouw was, die de juiste keuzes maakte, die niet afvallig werd. Dat was waar hij voor bestemd was. Ik geloof ook niet dat grote misdadigers bijvoorbeeld, of in de geschiedenis, om een heel extreem voorbeeld te geven, Adolf Hitler. Ik geloof niet dat hij bestemd was om de Hitler te worden die hij geworden is. Ik geloof dat hij bestemd was om een briljant leider te zijn. Ik geloof niet dat God hem maakte met het oog dat hij miljoenen Joden zou ombrengen. No way. Hij maakte hem op het moment had hij een beeld voor hem dat hij een briljant leider zou zijn. Alleen iets in dat pad, de keuzes die hij maakte, daar ging het mis.
We zijn vrij om keuzes te maken. En God die kent alle mogelijke mogelijkheden. Waarom is dit zo belangrijk? Ik denk, het beeld van God maakt het veel groter. Het plan voor de wereld dat staat vast. En God die komt tot zijn doel helemaal. Hij is een regisseur die een plan heeft. Nee, laat ik het anders zeggen. Hij is een regisseur die een plan heeft, maar stel je voor dat... Nu wil ik haasten, dat gaat niet werken. Een regisseur, die heeft een plan. Hij wil een verhaallijn wil die maken. Nou, wat is nou groter? Dat hij een verhaallijn heeft bedacht met een aantal rollen en mensen die exact die rol uitvoeren. Maar God is anders. Hij heeft een verhaallijn en hij zegt tegen je, ik geef je de autoriteit en de macht om zelf keuzes te maken. En toch komt hij uit op de plek waar hij wil. Want ik geloof dat een deel van de toekomst, dat ligt helemaal vast. Dat weet God ook. Dus ik geloof dat het doel van wat God heeft met de wereld, dat staat helemaal vast. Maar de weg ernaartoe, daar ligt een mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Dus God die komt tot zijn doel. En dat maakt hem eigenlijk alleen nog maar veel groter. Dat maakt hem eigenlijk echt geniaal. Dat God alle mogelijke mogelijkheden kent. En zegt, joh, ik geef aan jou de autoriteit om keuzes te maken. En uiteindelijk kom ik toch wel tot mijn doel. Dat is briljant. Toch? Weet je dat de hele Bijbel zo is ontstaan? Heb je al zo over nagedacht? Als je kijkt naar de Bijbel, hè? De Bijbel die is geschreven, dat is niet één boek, het zijn 66 boeken. En die 66 boeken, als je dat nu zou doen, als je nu iets als een Bijbel zou willen maken en je voegt die 66 boeken bij elkaar. Maar het zijn niet 66 boeken geschreven door dezelfde auteur. Het is geschreven over een heel groot tijdsbestek. Door koningen, door mensen die heel erg laag op de sociale maatschappelijke ladder staan. Door rijke mensen, op een compleet andere gebieden, andere culturen. Een heel groot tijdsbestek, wat ik al zei. Maar als je kijkt hoe de Bijbel, het verhaal van de Bijbel, dat is, het gaat over Jezus. Ik heb al gehoord dat als je goed leest, dat je op elke pagina dat je Jezus terug kunt vinden, op elke bladzijde van de Bijbel. De hele Bijbel die wijst naar één persoon, dat is Jezus, van begin tot eind. Dat is briljant. Dat laat iets zien van Gods grootheid. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is onmogelijk. En ik geloof dat God ook zo tot zijn doel komt met deze wereld, op een briljante manier. En toch met de volledige vrijheid om je eigen keuzes daarin te maken. Ik hoop dat je me nog een beetje kunt volgen. Ja. Mooi, goed zo. Bij God laat een aantal mogelijkheden open. En toch komt hij tot zijn doel met deze wereld. Hij is buitengewoon geniaal. Weet je, en ik even terug naar het verhaal van Esther. Esther wist, ik ben geboren voor een tijd als deze. Esther mocht daar een verandering in brengen. En waarom deel ik dit? Want dit is heel belangrijk, dat je beseft wie je bent en waar je staat. Want als jij denkt dat de hele toekomst vast ligt, dan is jouw invloed beperkt. Maar als jij beseft dat je net als Esther cruciaal kunt zijn voor de toekomst van het bedrijf waar jij werkt, dan zie je jezelf anders. Als jij beseft dat jouw rol als vader of als moeder in jouw gezin, net als die van Esther, cruciaal kan zijn voor de toekomst van jouw gezin, dan ga je anders kijken naar de verantwoordelijkheid die je hebt. En de mogelijkheden die je hebt. Want dan kun je zien, net als Esther, misschien ben ik wel leerkracht geworden voor deze tijd. Misschien ben ik wel in de zorg terechtgekomen om een probleem aan te pakken, op te lossen voor deze tijd. In plaats van dat we gewoon ons leven leven, dan gaan we net als Esther eigenlijk in dat gat staan en we nemen ons verantwoordelijkheid en we beseffen dat we macht hebben ontvangen en we gaan er een verandering in brengen. Voor Esther was dit een mega probleem. Ik weet niet of je dat door had, maar het hele volk, het Joodse volk, dat werd bedreigd. En ik kan me voorstellen dat Esther, een tiener, dat ze dacht van, hoe ga ik dit doen? Hoe kan ik de koning zover krijgen dat het besluit dat eigenlijk al genomen was, dat was een besluit van mede en pers, dus eigenlijk kon het niet eens meer teruggedraaid worden, maar hoe krijg ik het voor elkaar als tienermeisje om dit te veranderen?
En misschien kijk je ook wel zo in jouw situatie. Als je gewoon jezelf ziet van wat is het gebied waar God jou geplaatst heeft. En even heel praktisch. Stel dat je op een afdeling werkt van een bedrijf en er wordt daar enorm veel geroddeld. Er wordt heel veel kwaad gesproken. Je zegt, oh, wat zou ik graag willen dat dit verandert. Misschien ben jij wel juist voor dat probleem op die plek gezet om daar een verandering in te brengen. Maar hoe doe je dat dan? Weet je wat Esther deed? Ze maakte 2 maaltijden. Dat was wat ze deed. Als je het verhaal goed leest. Wie kan er hier koken? Zo simpel is het. Het was niet een heel spectaculaire oplossing. Maar eigenlijk wat zij deed, ze stond eigenlijk in het gat. Ze zei, oké, ik ben verantwoordelijk. Weet je, God heeft mij hier neergezet om er een verandering te brengen. En ik kan me voorstellen, zeg maar, hoe ga ik dat dan doen? Heer, help. En ze ging naar de koning toe en zegt, wat kan ik voor je doen, Esther? En dan zegt ze, komt u vanavond bij me eten? En dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Dus de koning samen met een dienstknecht, die komt bij Esther eten. En aan het einde van die maaltijd, ik kan me voorstellen dat Esther bij elke hap van haar soep dacht van, ja, en straks? Wat moet ik nou doen? Hoe kan ik hier nou een verandering in brengen? En aan het einde van de maaltijd zegt die koning tegen Esther, Esther, maar wat wil je nou eigenlijk vragen? En Esther die begint een beetje te trillen. En die zegt van, morgen nog een keer? En de koning zegt, nou, goed idee, gaan we doen. Maar wat Esther niet wist, als je jammer, ik heb geen tijd, maar als je het verhaal leest, dan zie je wat God aan het doen is. Terwijl Esther uitstapt en in haar positie gaat staan, dan zie je dat God aan het werk is. Iets waar Esther helemaal geen invloed op had. Maar wat God aan het doen was, hij was Haman, zeg maar, dat was de grote boosdoener in het hele verhaal. Daar was hij mee aan het werk, om het zo maar te zeggen. Dus God was de situatie rijp aan het maken, aan het veranderen. Iets waar Esther totaal geen invloed op had. Maar ik geloof dat God wil samenwerken met ons. Als wij die hele simpele dingen doen die we kunnen doen, zoals een maaltijd koken, en zeggen van ja, maar hier neem ik verantwoordelijk voor, dan gaat God op de achtergrond aan het werk en hij doet het onmogelijke. 2 maaltijden en uiteindelijk 1 vraag. En het gevolg is dat het Joodse volk gered werd. Door een tienermeisje die 2 maaltijden kookte. Zullen we gaan staan? Ik geloof dat we allemaal ergens geplaatst zijn. Voor de een is dat je gezin. Voor de ander is dat een groot bedrijf. Of een kerk. Of wat dan ook. Maar God heeft je ergens geplaatst. Alleen ik zie je daar staan, maar God heeft je geplaatst in de politiek. Dat is jouw deel. En je mag zijn als een Esther. Om daar gewoon te gaan staan. En zeggen, ik zie problemen. En ik heb eigenlijk geen idee hoe ik het op moet lossen. Maar ik geloof dat u mij geroepen heeft en geplaatst heeft om hier een verandering in te maken. Maar misschien heeft God jou wel geplaatst op die plek om een verandering te brengen. Om gerechtigheid te brengen op een plek waar ongerechtigheid is. Om leven te brengen op een plek waar leven nodig is. Om hoop te brengen waar dat nodig is. Om dingen te veranderen. Maar als wij geloven dat Gods plan voor jouw leven van begin tot eind, tot in detail bepaald is, dan maakt het ons passief. Want dan hebben we er toch geen invloed op. Maar de waarheid is dat jij keuzes mag maken. Dat je beslissingen mag nemen om de lijn van de toekomst te veranderen. En dat mag je doen samen met de Heilige Geest. En misschien dat je afvraagt van hoe ga ik dit nou doen? En misschien dat de Heilige Geest zegt wel, joh, kook een maaltijd. Ja, maar dat heeft niks met het probleem te maken. Doe het nou maar gewoon. Koop een bos bloemen. Ga eens langs bij die persoon. Bel die persoon eens op. God die vraagt dingen die je kunt. Hij vraagt niet de dingen die je niet kunt. Kook een maaltijd. Ik wil afsluiten met gebed. Vader, dank u wel. Dat we mogen zijn als Esther. Heer, dank u wel dat u een deel van de toekomst openlaat. Dat niet alles van begin tot eind is volgepland. Dat u elk detail van ons leven kent of dat het vast ligt. Maar dat we keuzes mogen maken. U heeft zoveel waarde voor vrijheid.
We willen zijn als een Esther. En daar wil ik jullie mee zegenen. Dat je zult zijn als Esther. Dat je de problemen waar je tegenaan loopt, gewoon de alledaagse problemen, dat je jezelf afvraagt, misschien heeft God mij hier wel neergezet om juist hier een verschil in te brengen. En de Heilige Geest die gaat je wijsheid geven. Hij gaat je instructies geven over hoe je het aan kunt pakken. En weet dat God op de achtergrond bezig is om het onmogelijke te doen, om juist die dingen te doen die jij niet kunt doen. Om een verandering te brengen. Maar ga staan in die plek. Ga staan in die plek en weet van, nee, mijn keuzes die zijn belangrijk. De beslissingen die ik neem, die zijn bepalend. Want je bent een gezondene. Dus ik wil je ook uitzenden, gewoon vanuit dit huis. Ik wil je uitzenden. Niet naar een missiegebied of weet ik van wat, maar ik wil je gewoon uitzenden. Gewoon naar jouw gezin, naar het bedrijf waar je werkt. Naar de hobby's die je hebt, naar de sportvereniging die je bezoekt. Maar dat je weet, ik ben een gezondene. En misschien heeft God jou wel die trainer gemaakt van die voetbalvereniging. Juist voor een situatie als deze. Een jongetje wat gepest wordt. Wat niet serieus wordt genomen. Misschien ben jij wel die trainer die God daar heeft neergezet. Weet je, Esther was de enige persoon van Joodse kom af in het hele paleis van de koning. Misschien ben jij wel de enige christen. Misschien ben jij wel de enige poort naar de Vader in het bedrijf waar jij werkt die een verschil mag maken. Je bent belangrijk. En je hebt autoriteit. En je hebt gezag om een verschil te maken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Goed. Wel thuis. Ik wil graag vragen aan het gebedsteam lekker naar voren te komen. Misschien heb je erg aan het denken gezet. Dat je denkt, poeh, nou, er is nooit over nagedacht. Misschien ben ik het ook helemaal niet met me eens. Dat vind ik ook niet erg. Maar denk er gewoon over na. Denk erover na. En kom lekker naar voren als je zegt, ik wil gebed. Er is een specifieke situatie of wat dan ook. Je wil gewoon bemoedigd worden. Kom lekker naar voren. Maak gebruik van ze. Ze bidden graag voor je. Tot volgende week. Wel thuis. En geniet van deze zondag.